Ik heb mezelf op laten sluiten. Ik wilde wel eens weten hoe dat was om in zo'n cel opgesloten te zitten. Ja, ik heb dus elk uur heb ik een zelfportret gemaakt. Ja, dit is het eerste portret. En weet je, onwennig, krampachtig getekend eigenlijk. Want ja, je hebt al een idee en je denkt een begin ergens. En ja, meestal maak je van tevoren een paar schetsen. Maar nu was het gewoon doen. En ja, het wordt goed of niet goed. En nou ja, that's it. Ja. Wat zien we hier? Nou ja, je ziet wat meer onrust komen. Onrust? Ja, want het wordt, het is inmiddels donker. Ja. En de verlichting in de cel is ook een beetje naargeestig. Hier ook in de nacht. Hè. Ik moet voorstellen dat ik dus ook nu een wekker heb gezet. Wat wilde je ontdekken? Ik wilde kijken wat die opsluiting met je deed. En ja, en in de nacht, ja, dan ging het gewoon in mijn hoofd spoken en alles kwam op me af. En die muren komen op je af. En ja, zeker als je stilstaat wat hier allemaal gebeurd is in het verleden. Ik vond dat heel naar. Ik kwam echt mezelf tegen. Ja, ja, op een manier dat ik niet nog een keer... Nee, ik vond het heel angstig. Hier maar een uur verder, maar het is warrig en engig en groot oog. En ik was ook heel haastig in mijn tekenen. Ik wilde zo snel mogelijk gewoon, ja, ik wilde gewoon weg. In de ochtend was ik wel blij dat het licht begon te worden. Maar ik kijk eigenlijk naar de uitgang. Ik ben die nacht doorgekomen. Het is nu wachten. Wat doet dat met de mens, zo lang opgesloten zitten? Ja. Ik denk dat je, als je lang genoeg opgesloten zit, aan de ene kant kan het heel goed werken. Hè, omdat je jezelf tegenkomt. Dat kan ook oplossingen bieden. Maar ik denk dat je er ook heel gek van kan worden. En wat heeft het met je gedaan als kunstenaar? Nou, dat eigenlijk die beperking je ook een bepaalde vrijheid geeft. En dat is wel iets wat ik eigenlijk altijd al roep naar puberdochters. Weet je, vrijheid is de grootste beperking die je kan hebben. En juist het opsluiten in zo'n kleine ruimte, ben je zo op jezelf aangewezen. Dan heb je gewoon veel meer focus.